Staatshoofd brengt bezoek aan inheems dorp Bigipoika. De president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Boutersen, heeft een bezoek gebracht aan het inheems dorp Bigipoika. Dit bezoek is bedoeld om met het volk van gedachten te wisselen over de pijnpunten en oplossingen. Naast de president zijn ook de districtscommissaris Armand Jurel van Parra, volksvertegenwoordigers Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam en Kim van Siegem van het bureau Volkscontacten aanwezig. Deze Jurel zegt blij te zijn met de ondersteuning die hij krijgt van de regering om Parra tot ontwikkeling te brengen en dat de president in hoogst eigen persoon aanwezig is om van gedachten te wisselen met de gemeenschap. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.